E63 begonnen, in de hel van 63 in de winter. We zijn op de Rotterdamse haven een voorbeeld hoe we met afval omgaan. Havens over de hele wereld komen kijken hoe wij het afval inzamelen en hoe wij het verwerken en hoe wij 93% van het afval wat we inzamelen een nuttige toepassing geven. Ja, we willen de KW-haven uitkomen en dan richting Botlek. Dan gaan we eerst daarnaast en dan gaat er een matroos die gaat aan boord om te vragen of dat die beste man zijn afval af wil geven. En als hij zijn afval af wil geven, dan trek hem achteruit en dan gooien de jongens het afval naar beneden. Het is best pittig werk. Soms heb je wel eens zware accu's die 40, 50 kilo wegen, die heb je toch in je handen. En dan je moet het toch naar beneden zien te krijgen. Dus. Elke dag bezoeken we 100 tot 120 zeeschepen. Maar opa is super trots. Ja, hij zegt altijd dat hij in de rondte loopt en dan denkt hij van ja, dit is gewoon een bedrijf, zo is het. Maar als je zo hard kijkt, is hij super trots op wat we met z'n allen als familie bereikt hebben.